en Miss Limburg in Marmaris. De meisjes worden vandaag weer extra in de watten gelegd. Ze mogen genieten van een prachtige boottocht naar een van de mooiste stranden van Turkije. En als afsluiter gaan ze zelfs nog heerlijk modderbaden. Eerst zijn we eigenlijk naar een heel grote fontein gaan kijken in de stad. Dat was eigenlijk een heel groot spektakel met allemaal zo water. Ja, we wisten van niks. We dachten dat we gewoon naar die fontein gingen kijken. Bij die fontein was er een verrassing. Ze hadden dus een projectie op de fontein waar dat Miss Limburg op stond. En daarvoor moesten we dan allemaal foto's laten maken. Heel veel mensen die bij de fontein van Miss Limburg staan. Ja. Toen we ons omdraaiden, werd er om de beurt een foto van ons ook afgebeeld in het groot op de fontein. Pakte ons ook wel eigenlijk, omdat ja, eigenlijk dat de mensen nu zoveel moeite deden voor ons en zo. Dat is toch ook wel iets wat je nooit meer in je leven gaat meemaken. Dat ze daar, dat er foto's van u geprojecteerd worden in een fontein. Om jezelf allemaal op zo'n groot beeld hier in Turkije te zien bij het fontein, waar alle mensen toekijken. Het is echt heel fijn, heel ervaring. Het is echt mooi om mee te maken. Echt superleuk. Het is echt heel, heel, heel super om mee te maken. Ja. Without you now, this is what it feels like. De ochtend na het emotionele bezoek aan de fontein staat er alweer een bijzondere uitstap op het programma. De finalistes van Miss Limburg varen in kleine bootjes over de delta van de Dalianrivier. De bestemming is een afgelegen strand waar de bonusfotoshoot zal plaatsvinden. Hier kunnen de meisjes hun kostbare minuten inruilen voor een extra fotoshoot. Hun poses mogen ze deze keer helemaal zelf bepalen. Zo dadelijk bij Miss Limburg in Marmaris. Lachende foto's, dat is ja. Belangrijk. Wat plezierige foto's. We hebben gisteren de gang al geoefend. Ja, kijken hoe het was en zo. Zoiets, dat vind ik ook heel mooi. Ik ook, dat is heel mooi. Ja. Dat is heel mooi. Ja, we zijn ook vriendinnen, dus dat mag plezant zijn. Dat is spontaan. Ja.
speelt. Niet te zwaar, niet te zwaar. Of zo? Niet te zwaar. Nee. En nu hebben we het moment om eigenlijk zo'n mooie locatie te gaan poseren op de foto. Ja, vind ik dit ook mooi. Ja, die vind ik ook wel mooi, dat is zoiets, hè? Ja, maar ik heb er zoveel uit. Ja, zo lijkt het een liggende vind ik ook mooi. Onderweg houden de meisjes ook even halt om een aantal wondermooie zeeschildpadden te bewonderen. Oh, ik wil dat hebben! Die zijn verzot op de blauwe krab die veel in de rivierdelta voorkomt. De meisjes zijn duidelijk onder de indruk. Lekker aan besmeuren. Hier modder. En dit zou goed moeten zijn voor de huid. En daarna gaan we ons laten opdrogen, een kwartiertje ongeveer. En dan in een lekker warm badje. Ja. Eerst een beetje in de zon liggen, zodat dat goed kan drogen. En dan gaat je huid strakker worden. En dan gaan we daar in het thermaal bad. En dan, ja, dat is goed voor de huid, naar het schijnt. Vandaag werden jullie weer extra in de watten gelegd, want we hebben een hele leuke boottocht gemaakt en wat cultuur opgesnoven. Caroline, wat vond je van de boottocht? Het ging af en toe wel een beetje wankel daar tussen de moerassen in, maar al bij al was het wel echt heel fijn om te doen. Onderweg zijn we ook nog een hele grote schildpad tegengekomen. Claudia, heb jij hem ook gezien? Ja, ik heb hem gezien. Hij was heel mooi. En ze moesten met krab moesten ze de schildpad lokken om boven het water te komen, zodat de mensen hem konden zien. Het was heel leuk om te zien. Deze middag zijn jullie allemaal 10 jaar jonger geworden, want we zijn gaan modderbaden. Laura, hoe ging dat juist in zijn werk? Ja, eerst moesten we dus een modderbad nemen, dus onszelf insmeren met modder. En daarna moesten we een douche nemen om ons af te spoelen en dan in heel warm water gaan zitten. Maar dat stonk best wel hard eigenlijk, maar dat is wel leuk om te doen. Ja, wie mooi wilt zijn, moet er natuurlijk wat voor over hebben. Ik zou zeggen, geniet nog na van deze hele mooie dag. En morgen is er weer een hele nieuwe dag om er tegenaan te gaan. Volgende keer in Miss Limburg in Marmaris. You're from the 70s, but I-